werk bestaat uit drie hoeken die het verleden, het heden en de toekomst symboliseren. Het heeft een verheven deel, wat voor mij de viering duidt, en een gezonken deel aan het water, dat zwarte pagina's uit het verleden en herinnering brengen. En een deel dat nu op meer gewerkt is met een backpack. Alsof homoseksualiteit de normaalste zaak is van de wereld. En dat is iets wat mij echt grijpt, dat werk. En blijvend waken. Ja, ik denk die leeftijd waar die je gedaan hebt. Ja, jongeren, namelijk omdat dat deel van jongens het water dan hangt. Hoe toe iets kan gerealiseerd worden. En hier komt het op.